welkom bij weer een nieuwe instructie van taal. Vandaag gaan we weer verder met het leren over het maken van zinnen. Gisteren hebben we het erover gehad dat een zin altijd begint met een hoofdletter en eindigt met een punt. Maar vandaag gaan we leren hoe je zinnen maakt en dat doe je door vragen te stellen over het werkwoord. Dit ga je leren. We gaan even kijken naar de instapkaart. Je leert hoe je een zin maakt. Dat doe je door vragen te stellen over het werkwoord. Dit moet je weten. Je maakt een zin door te vragen wie of wat doet. Aait. Wie aait? Mijn zusje aait. Wat aait mijn zusje? Mijn zusje aait een hondje. En dan hebben we een zin. We gaan nu even samen kijken naar de instapkaart. Dit ga je leren. Je leert hoe je een zin maakt. Dat doe je door vragen te stellen over het werkwoord. Dit moet je weten. Je maakt een zin door te vragen wie of wat doet. Ait. Ait is een werkwoord. Je maakt een zin door vragen te stellen over het werkwoord. Eerst vraag je wie doet, wie aait, mijn zusje aait. Nu heb je een zin. Je kunt de zin langer maken door ook te vragen wat doet, wat aait mijn zusje. Mijn zusje aait een hondje. We hebben nu dus de instapkaart bekeken. Maar we praten de hele tijd over een werkwoord. Maar dan moeten we natuurlijk eerst weten, wat was dat werkwoord ook alweer? Daar hebben we het al heel vaak over gehad in de klas, hè? Een werkwoord is een woord dat vertelt wat iemand doet. Zoals roepen, lopen, knippen en knutselen. Weten jullie nog het voorbeeld met de juf klimt op de tafel? Daar was klimmen het werkwoord, want dat was de juf aan het doen. We gaan eens kijken bij de zin. De man loopt op de stoep. Gaan we weer nadenken, wat kunnen we ook alweer doen? Lopen, hè? Dus loopt is het werkwoord. De jongen fietst voorbij. Gaan we weer even nadenken. Wat is hetgene wat we doen? In dit geval fietsen. Want fietsen is wat we kunnen doen. En de hond zoekt een stok. Wat zou dat werkwoord dan zijn? Denk maar even na. Zoekt, inderdaad. Want dat is wat de hond kan doen. Nu gaan we eens kijken naar hoe zien die opdrachten er dan uit. En hoe gebruik ik dan zo'n vraag met wie doet, wat doet. Geef antwoord op de vraag. Typ de hele zin. Dus let op dat je dan de hele zin typt. Wie verft de muur? Dan kijken we naar het plaatje. Ann verft de muur. We zien dat Ann aan het verven is. Wie veegt de vloer? We stellen de vraag wie. Veegt is het werkwoord, hè, want dat is hetgene wat we kunnen doen. En wat veegt de vloer? Dan zien we op het plaatje, ik zet er even een cirkel omheen, dat Jan de vloer aan het vegen is. Dus wie veegt de vloer? Begin ik de zin met een hoofdletter. Jan veegt de vloer. En wat moet ik niet vergeten? Een punt aan het einde van de zin. Gaan we weer kijken. Wie leest het boek? Kijk ik in het plaatje. Ik zet er even een cirkeltje omheen. En dan zie ik dat Esra het boek aan het lezen is. Dus wat schrijf ik op? Esra leest het boek. Begin de zin weer met een hoofdletter.
En ik moet natuurlijk weer niet vergeten een punt te zetten aan het einde van de zin. Gaan we verder kijken. Maak de zin. Doe het zo. We gebruiken het werkwoord verft. Wie verft? De vrouw. Wat verft de vrouw? De muur. En dan krijg ik dus de zin. De vrouw verft de muur. Gaan we kijken. Nu hebben we het werkwoord maakt. Wie maakt het meisje? Wat maakt het meisje? Een grapje. En dan ga ik de woorden in de juiste volgorde zetten. Het meisje. Ik begin weer met een hoofdletter natuurlijk. Maakt. Een grap. En ik zet aan het einde weer een punt. Gaan we er nog eentje samen doen. We gebruiken het werkwoord. Even kijken. Rent. Dan ga ik eerst de vraag stellen. Wie rent? Nou, wie rent? De juf. En dan krijg ik de zin. De juf. Ik begin met een hoofdletter. De juf rent. En we eindigen natuurlijk weer met een punt. Want dan zien we dat het het einde van de zin is. Nu komt de verborgen vraag, want die hebben we natuurlijk ook. Je schrijft in een berichtje via Teams naar je juf het antwoord op de volgende vraag. Wat is jouw lievelingsdier? Wij zijn erg benieuwd, dus vergeet het niet in een berichtje naar de juf te sturen wat jouw lievelingsdier is. Heel veel succes, lieve jongens en meiden. Doei!